Ik heb mezelf dit jaar uitgedaagd. Heb ik het in mij om echt een topsporter te zijn? Niet doen alsof, maar het echt zijn. Aan het begin van dit jaar zei ik wil graag meedoen aan het wereldkampioenschap gravel. Ik weet niet of ik dat kan. En dan hebben we 4 kwalificatiewedstrijden gefietst. En het is me gewoon gelukt. En nu zijn we hier. Maar heb ik het in mij om langer dan een paar maanden topsporter te zijn? Ik heb de laatste weken, maanden, heb ik het echt zo goed mogelijk proberen te doen. En het geeft mij ook rust en regelmaat in mijn leven. Maar aan de andere kant schep ik ook verwachtingen waarvan ik niet weet of ik ze ook waar kan maken. Dit is het nieuwe Canyon Factory Service Center in Eindhoven. Het is de eerste keer dat ik hier ben. Hoe is hij? Is mooi, hè? Zeker mooi. Dit hele jaar was één grote leerschool van mij. Op alle vlakken van wedstrijden rijden op gravel. En één daarvan is dus materiaal. Voor het WK wil ik dat alles echt perfect is. Dan ben ik hierheen gekomen, naar het nieuwe Canyon Factory Service Center, om mijn trusty grill zo goed mogelijk te krijgen voor het WK. Deze wielen, hè? Deze wielen die zitten er al het hele seizoen in. En die waren helemaal niet uit. Dus ik heb dit hele jaar de nieuwe GRX gravelwielen mogen testen van Shimano. Super gaaf dat ik dat heb mogen doen. Maar dit zijn dus de nieuwe GRX gravelwielen. Ze hebben heel veel geleden, maar nog steeds niet stuk. Ik heb iets kunnen doen wat nog weinig mensen in deze branche is gelukt. Het maken van video's op het internet over mijn passie, de fiets, is nu mijn werk. Een droombaan. Maar ik maak het mezelf niet makkelijk. Ik stel hoge doelen met alle risico's van dien. Vind je het erg als ik heel even naar de eerste hulp toe fiets? Dit jaar was daarin het hoogtepunt. Ik heb mezelf omgedoopt tot de slechtste gravelprof van de Benelux en ben gravelwedstrijden gaan rijden op het allerhoogste niveau. Iets waar ik eigenlijk niet bij hoor, maar het wel heel graag wil. Oh, wat een wedstrijd, Tijn. Jezus Christus. Ik kan deze bewijzingsdrang niet echt verklaren. Het zit gewoon in mij. En het voedt mij om boven mijzelf uit te stijgen. Want in een seizoen vol tegenslagen, doordat ik eigenlijk boven mijn niveau fiets, is het toch gelukt mij te kwalificeren voor het wereldkampioenschap gravel in Italië. En nu sta ik zo dus tussen de beste renners van de wereld in mijn leeftijdscategorie en heb ik de kans mijzelf en de kijkers van mijn video's te laten zien wat ik in huis heb. Dat is super gaaf en doodeng tegelijkertijd. Halverwege! Dit huisje hier?
We zijn er. Het wereldkampioenschap gravel. Nooit verwacht dat we dit daadwerkelijk zijn gaan doen. Hoe bedoel je? Nou ja, ik had aan het begin van het jaar niet het idee dat dit echt ging gebeuren. Ik heb zoveel tegenslag gehad dit seizoen, dat ik op een gegeven moment echt dacht van, dit wordt hem niet meer. Maar het is toch gelukt. Oeh, wat is hier? Ik kom nu uit een traject waarbij ik, nou ja, 4 maanden, denk ik, structureel goed getraind heb samen met coach Michel Kreder. Ik heb lang niet zo gestructureerd getraind als ik nu heb gedaan. En dat zorgt voor gigantische gains in wattages, algemene fitheid, een soort van sturing. Ik ben freelancer, ik doe maar wat. En als je wat professionele sturing hebt, dan voelt dat toch wel heel erg fijn. Zo. Eerste ritje. Kijk ik wel naar uit. Ik moet vandaag nog een goede training doen. En de rest van de dagen in aanloop naar het wereldkampioenschap toe op zondag zijn eigenlijk herstelritjes. Maar vandaag mag ik nog even mezelf uitlaten. Dus dat ga ik ook doen. Wat een uitzicht, hè? Direct na het Nederlands kampioenschap gravel kreeg ik corona. Dat bestond nog, blijkbaar. En daar had ik echt 8 dagen last van. Dus in totaal heb ik 9 dagen niet kunnen fietsen. En dat was, nou ja, met 3 weken voor dit wereldkampioenschap niet heel erg ideaal. Nee. Zo, jongens. Het hele gezin hier aan de corona. Zo, dat zou misschien de eerste week in... Nou, ik denk 2 jaar zijn dat ik gewoon helemaal niet aan fietsen toe kom. Baal echt heel erg. Het is iets wat ik niet kan verbloemen of zo. Ik heb keihard gewerkt. Je hebt al geprobeerd alles goed te doen en alles ging goed. En nou ja, dan gaat het op het laatste moment op die manier buiten je om fout. Nou, dat doet meer met me dan ik had verwacht. Het is gewoon stom eigenlijk, maar dat is sport, denk ik. Kijk het. Even die autobenen eruit trappen. Het is echt een heel mooi stukje Italië, dit. Is dat niet normaal? Kijk, dit uitzicht. Wat een rondje. Daar beneden kom ik vandaan. Daar beneden. Echt tof. Super gaaf dit. Waarom wil je zo graag prof zijn? Een heel tof labeltje. Omdat ik mezelf ook wel gewoon wil bewijzen dat ik dat kan. Oké. Ik wil. Uiteindelijk wil ik wel de lusten van het prof bestaan, maar niet de lasten. Maar ik denk dat het lastig wordt. Inzoomend op dit feitje. Een soort titel, als het ware. Ja. Nou ja, ik wil misschien wel gewoon een jaartje proberen prof te zijn voor een titeltje. Dan kan ik dat afvinken. Oké. Ik ben nu professionele videomaker. Ik zou ook nog wel professionele fietser willen zijn. Tijn, jongen, wat doen we hier? Het is jammer. Ja. Het is gewoon niet mijn weekend. Nou, volgende keer beter. Ja, dit is dus redelijk einde oefening. Ergens, ik heel even naar de eerste hulp toe fiets. Nou, ik ben nog niet dood. Filmhuis van Groningen. Toch wel even een klein tipje van de sluier waar ik heen wil met mijn producties. Ooit, hè? Hier, mijn film.
hier een film voor mij? Mensen, vinden jullie deze film vet? Abonneer je dan alsjeblieft op het YouTube-kanaal. Wil je meer van dit zien? Volg mij op Instagram. Ik probeer echt door te groeien en een volgende stap te zetten, maar daar horen abonnees bij. Dus waardeer je deze film? Abonneer je. Wil je meer zien? Abonneer je. Mijn dank is groot. Wel doen, hè? En verder was deze film niet mogelijk geweest zonder de steun van mijn sponsor Lakan. De fietsverzekering voor iedereen. En ik weet niet of jij een mooi doel in het buitenland hebt gepland volgend jaar, maar veel mensen die denken aan alle details en die vergeten dan hun fiets te verzekeren. En ik snap dat echt niet, want de gemiddelde fiets die is bijna duurder dan de gemiddelde auto. Dus fiets jij bijvoorbeeld een Marmot en wil je met zekerheid onderweg, dan biedt Lakka volledige dekking tot 120 dagen per jaar in het buitenland. Tegen schade tijdens je evenement of koers, tegen diefstal, zelfs uit de auto. Ja, hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds aan. Tegen vandalisme, geen gedoe, Lakka regelt het gewoon voor je. Ben je op fietsvakantie in het buitenland en wordt je fiets gejat, dan regelt Lakka direct 200 euro noodgeld voor je om weer terug te komen. En een nieuwe fiets natuurlijk. Door een variabele premie betaal je nooit meer dan een vooraf berekende prijs op basis van de waarde van je fiets. En als er een hele maand geen claims zijn, nou, dan betaal je helemaal niks. En staat je fiets de hele winter op de trainer? Want het weer, kijk, is dat kan ik wel begrijpen, want het is echt niet heel mooi weer. Dan pauzeer je je verzekering toch even. Lakka is dagelijks opzegbaar. Bereken nu je premie door middel van de link in de beschrijving hieronder. En krijg van mij de eerste maand gratis met de code DOUWEDOET. En wel doen, hè, die fiets verzekeren. Oké, bedankt Lakka. We gaan terug naar de film. Heel veel kijkplezier. Zo, we zijn op het parcours. We gaan vandaag ongeveer 40 kilometer van het rondje rijden. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Hier zit je nog echt op de po-vlakte. Maar daar trek je de heuvels in. Echt heel mooi. Van tevoren werd er door iedereen gezegd dat het een parcours is voor de racefiets. En als je dit gravel hier zo ziet, dan denk je ook wel, oh ja, dat kan ook wel prima op de racefiets. Dit is echt... Dit is bijna een asfaltweg. Maar... Je hebt hier klimmen en afdalingen in deze route zitten. Die kan je zeker niet op de racefiets. De allerlaatste afdaling van vandaag is de meest gevaarlijke afdaling van het hele parcours. Ik zag gisteren foto's van iemand die zijn hele fiets in de prak heeft gereden in die afdaling. Dus ik ben heel benieuwd. Je wil zo min mogelijk stress voor zo'n wedstrijd. Vooral ik, want stress dat doet mij veel. En ja. Daar ga ik echt minder van presteren. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk rust creëren. Wat een plek, hè? Jeetje. Als je wil acclimatiseren, dan heb je die dagen van tevoren heb je er... Zodat dingen fout kunnen gaan, dan kan je ze oplossen. Mm-hmm. En dan gaat het tijdens de wedstrijd niet meer fout. En dan gaan we nu de heuvels in. Nu gaan we klimmen. Zo, hé. Mooi, hè? Heel mooi. Jeetje, wat een steile klim. Je moet hier omhoog. Succes. Ja. Het is druk. Zo, hé. Ik zie je bij de volgende plek. Wow, yo. Dit is een echte muur. Zo, hey. Het is heel veelzijdig. En het is stiekem ook een stuk zwaarder dan ik had verwacht eigenlijk. Ja? En je hebt net een heel stuk, ik ging door iemand zijn wijngaard heen. Dwars door de wijngaard. Echt dwars door de wijngaard heen. Prachtig. Ik moest door rivierbeddingen heen. Hele smalle paadjes, heel veel veelzijdige achtergrond. Dit is de laatste klim. De Erehaag. Dit is de Erehaag. Hier is het nog vlak, maar zometeen wordt het. Dit is de steilste klim van het hele rondje. Oké. Okay. Ah, la Madonna. Si. Nou, deze mag wel in het lijstje van. Een van de snelste klimmen die ik dit jaar ben opgefietst. En het wordt zo pas donkerrood, hè? Dit is nog lichtrood.
Ik ben wel heel benieuwd naar donkerrood. Holy shit, deze laatste afdaling. Ja, ik kan het niet filmen, want ik moet mijn hand aan het stuur houden. Maar dit is echt... Ja, dit is eigenlijk naar beneden lopen. Maar ja. Voeten uit de pedalen. Balanceren. 25%, 30% naar beneden of zo. Crazy. En dat in de laatste 5 kilometer, als je al helemaal naar de kloten bent. Gaat dat goed? Ik hoop het. Ja, dat is een hele lange rij. We wilden eigenlijk eerst een ijsje halen daar. Ja, ga eerst even een lunch of zo. Zo, hele officiële aangelegenheid, hè? Ja, zeker. Ik in die volkant. Ja, volkant, achterkant. Oranje boven. Die laatste 10 kilometer die mogen ze wel uithalen van mij. Ja? Ja, dat gaat nergens over. Heel gevaarlijk. Echt waar? Heel gevaarlijk? Ja, heel gevaarlijk. Ja. Asfalt of? Nee, joh. Dat is gewoon een mountainbike parcours. Recht naar mijn 30% naar beneden. Dat gaat nergens over. Ja. Oh, jeetje. Maar, ja. Eerst een ijsje, kom. Eerst een ijsje halen. Wat ben je laat? Ja joh. Media dag. Ah, thank you Martin. Joe! Mediadagen, dat ga ik de volgende keer opnemen in mijn contract, denk ik. Wat dan? Ja, dat duurde allemaal zo lang, joh. Peter Vakertje zo, die hadden het goed bekeken. Wat maar dan? Ik, ja, die hadden een plek daar in de buurt. Mm-hmm. Dat was ook wel heel gaaf, hè? Want Peter Vakertje die sliep helemaal bij in het Canyonhuis. Dus daar waren alle professionals. Okay. Dus ik heb de fiets van Alejandro Valverde aangeraakt, allemaal in het top secret, want dan mocht ik allemaal niet filmen, want daar staan al die nieuwe grills die nu nog niet uit zijn. Ik ben bij het Canyon Service Course, heel random, maar hier staan alle fietsen van de echte grote profs. Dit is de fiets van Alejandro Valverde. Wat heb je gekregen? Het shirt, het Nederlandse shirt, korte mouwen. En lange mouwen. Heel mooi, mooier dan de... Ik vind hem mooier dan de officiële Nederlandse. Absoluut. Mooier oranje. Nu eten? Ja, nu eten. Judgment Day. Het moment van de waarheid. Ik hoop echt dat ik alles goed heb gedaan. Ik heb echt best wel veel stress gehad van alles. Ja, ik wil gewoon heel graag mezelf niet teleurstellen vooral. Het is eigenlijk al een zegentocht dat ik hier ben. Dat had ik nooit verwacht. Maar ja, dan ben je er en dan wil je wel het maximale uit jezelf halen. Dus... Vandaag stond de hele dag in het thema van voorbereiden. Nou ja, het zegt echt wel wat over hoe bang ik ben voor lekke banden. Als je zelf zo'n ultra sealant flesje op je fiets tapet. Het is allemaal extra gewicht, maar... We hebben zoveel dingen gedaan. Ja man. Ultieme luxe. Als je een gloednieuw shirtje direct mag kapot maken door de spelletjes erin te lachen. Ja. Zeg ja? Ik heb nog wel één paar handen gebruikt. Oké. Gewoon helpen. Zo gewoon gebleven, hè? Ja. Nou, dan gaan we in 3 posities. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten, man.
Het parcours is echt een stuk uitdagender dan ik dacht. Het ene stuk is het makkelijk gravel, dan is het moeilijke gravel, dan is het een muur omhoog. Of, daarna is het downhill mountainbiken naar beneden. Ik denk dat echt, je kan niet de juiste fiets hebben voor deze wedstrijd. Nou, alles is gedaan. Het enige wat ik nu moet doen is mijn benen laten spreken, mentaal fris blijven, niet opgeven en vooral een hele, hele, hele mooie zondag hebben. Super. Ik kan dit nog 18 uur opnemen of zo. Oh joh. Ik ben net uit. Poeh, waar ga ik beginnen joh? Ik denk dat ik nog nooit zo zenuwachtig ben geweest voor een wedstrijd. Misschien heeft dat ook te maken met dat je er al zo ver van tevoren bent. En dat je eigenlijk een hele week bezig bent naar die wedstrijd toe te bewegen. Maar echt, mijn zenuwen die gierden door het dak heen. Ik was niet te genieten. Moet je nou echt van elk klein kutding een reserveding meenemen? Een reserve schroefje voor je schoenplaatje. Nee, die heb ik natuurlijk niet mee. Zit die los? Nee, ik heb hem extra strak vastgedraaid. We zitten in een huisje dat is een uur rijden van de start. Je komt daar aan, je ziet heel lang niks, totdat je opeens een parkeerplaats op wordt gedirigeerd en daar is het gigantisch druk. Good morning. Are you good? Good, good, yeah. En dan is het wel in één keer van, we gaan echt hier een wedstrijdje fietsen. Voor ons is het sowieso niet makkelijk om mee te doen aan dit evenement. En wij hebben wel gezorgd dat we hier kunnen rijden. Ik denk dat er al winst op zich is. En ja, dan, precies. Soms vergeet je ook wel te genieten. Ik vergeet ook altijd te genieten van zo'n soort dingen. Maar het is ook wel mooi dat je het kan doen. Maar het is ons wel gelukt. Terwijl het voor ons wel lastiger is dan voor heel veel anderen. Wil je een goede startpositie hebben, betekent het ook extreem lang van tevoren in het startvak gaan staan. Eén elite al. Nee, is dat één iemand? Is dat één persoon? Hoe lang van tevoren zijn we? Een uur en 20 minuten. Ik denk wel dat je met een half uur te laat bent. Ja, maar ja, dat drie kwartier. Ja. We moeten ook gewoon ertussenin zitten. Ja, ik vind het ook wel prima om een half uur van tevoren te zijn. Want dan geef je gewoon al. Maar dan geef je jezelf ook een soort van gewonnen of zo. Ja. Sta je te wachten. Dan komt er een UCI-official aan. En die wil graag dat mijn camera van mijn fiets afgaat. Nou, vind ik super jammer. Maar ik mocht niet met mijn GoPro de koers filmen. Terwijl we wel persaccreditatie hadden. Terwijl we alles goed hebben gedaan. Alle aanvragen goed hebben gedaan. Nee, op het laatste toch die camera eraf.
je zit helemaal zo in je focus, hè, in je zone. En die tegenslag, dat komt altijd hard binnen. Dus dan zit je daar al mee. Ah, je moet die knop omzetten. Vertrekken. Die vertrokken 10 minuten eerder dan wij als de eerste age group. Ik fietste mee in de age group 19 tot en met 34. Dat is de verreweg ook de meest competitieve age group. En daar zitten alle jongens bij die nog wat te bewijzen hebben of denken dat ze wat te bewijzen hebben. Voordat je er eigenlijk erg in had, was de start. En was je vertrokken. Si parte, si parte, si parte, si decolla! Si va anche il gruppo Christ, wat ging het hard in het begin. Het is echt bizar. Ja, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt, dat het zo hard ging. Ik zat natuurlijk helemaal achterin en dat is niet handig. Ik keek op een gegeven moment om en dan zag ik nog maar 10 mensen achter mij fietsen. En dan weet je wel echt, ik zit veel te ver van achter. Dus de truc is naar voren schuiven, maar je rijdt de eerste gravelstrook op en je ziet niks meer. Nou, een paar valpartijtjes hier en daar. Ik ben gelukkig gespaard gebleven. Wel wat risico's genomen. Ja, en dan schuif je uiteindelijk 20 plekken op of zo. Niet heel erg veel meer. Left, left. Lief, lief. Left, left, left. Dat is zonde. En dat is vooral niet iets wat je wil aan het begin van de wedstrijd. Want je probeert energie te besparen en te besparen. En als je zo ver van achter zit, dat betekent dat je moet, dat je energie moet verspillen om weer in een positie te komen waar je wat aan hebt. Nou, dus ik ben keihard gaan fietsen. We hebben heel veel risico's genomen. En we reden door de eerste voetstop heen. Dat was nog vlak voor de eerste beklimmingen. Daar reden we met 45 kilometer per uur doorheen. Geen idee hoe je daar bidons aan kon pakken. Ja. Nou, ik weet niet of we nog op tijd komen dan. Nee, dat denk ik. Na die initiële kleine klimmetjes kwam eigenlijk de langste klim van de hele wedstrijd. Ik denk dat die 3,5, 4 kilometer was op asfalt. Voor mij is dat perfect. Dus we reden in een groep en twee jongens reden daaruit weg. En ik ben gewoon aangehaakt. En zo zijn we weggereden bij deze groep. Andere groep ingehaald, andere groep ingehaald, andere groep ingehaald. En op een gegeven moment kom je een beetje terug in de wedstrijd. Waar staat hij? Godverdomme, is wel klaarstaan, hè? Is het gelukt? Ik denk het wel. Ja, hij heeft een bidon. Oké. Okay. Oh, dat hij zo snel zou zijn, wist ik ook niet. Oké, hun staan ook allemaal op het midden van de weg. Ja, zo, hier op de rand. Je houdt gewoon zo je bidon omhoog, dan ziet hij wel. Zo. Ja. Het is kapot. Ik fiets van hem. Rainbow!
Douwe. Oh nee, ja, Douwe. Ja. Henk van der Net. Nou. Hij zei sorry in ieder geval. Ja, ja, ik snap niet waarom hij het verontschuldigt. Daar kan hij toch niks aan doen. Nee. At the 78-kilometer mark, approaching the 1.2-kilometer-long climb of Cadel Poggio, trio of riders move to the front. Je rijdt door een prachtig heuvellandschap tussen de wijngaarden, met zoveel publiek langs de kant, zoveel meer publiek dan je denkt. En dat voelt super gaaf. Dan voel je echt een profielrenner. Ah, mooi zeg. Dit is toch gaaf, joh. Tijn. Ik ga eromheen. Nee. Nee. Waarom mogen wij niet? Jongen, jongen. Lullo. Oh ja, nee. Ja, ik zie al wat oranje. Ja, dat is hem. Het is zoveel zwaarder. Dat parcours was al op dat moment al zoveel zwaarder dan ik initieel had verwacht. Maar wat ik dan wel elke keer merkte, en dat tankte heel veel vertrouwen, van oh, mijn benen zijn goed. Voor vandaag gaat het, als je niks tegen gaat komen onderweg, hopelijk gewoon goed. Dan moeten we sowieso omkeren in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Oh. Top, thanks. You. Terug? Ja. Rijd me nou achter de renners okay. aan? Pas op, Henk. Je zit op het parcours nu. Dan achter de renners blijven en goed achter je blijven kijken of er niemand aankomt. Zit Douwe achter of hiervoor? Ver achter. We hebben de eerste heuvelzone overleefd. Na de eerste heuvelzone is een stuk van 50 kilometer vlak. Met deze heuvelzone was al zo intens dat je echt denkt, nou, dit hele veld is compleet uit elkaar geslagen. Waar is iedereen? Maar dan haal je een groep bij in dat vlakke stuk en die groep wordt groter en groter en groter. En op een gegeven moment rij je weer met 50 man of zo. En dat rijdt keihard. Douwe! Eén of twee? Doe maar één. Oké. Yo. Hij zag er nog goed uit. Ja? Was aardig vief. Ah, top. Top. Alles gaat tot nu toe gewoon goed. Alleen vlak voordat we aan de tweede heuvelzone beginnen, voel ik dat de tank leeg begint te raken. En ik denk persoonlijk dat dat wel te maken heeft met die coronabesmetting. Die groep waar ik in rijd, die grote groep, die heb ik op een gegeven moment moeten laten rijden. Echt super jammer. Maar daarna komen we op een heel stijl klein klimmetje naar een kerkje. Die hebben we ook verkend. Nou, daar haal ik die hele groep weer bij. Super gaaf. En ik krijg ook weer een beetje moraal zo van, oh ja. Oh, weet je wat we moeten doen? Ik begin te na te denken. Nou, dat is niet slim. Ik zit te denken, oh, die GoPro. Ah, die kunnen we nu weer op de fiets schroeven. GoPro! Oh ja. Ik heb het niet. Ik heb wel deze. Mag ik nu deze schroef eruit halen? Geen schroef? Ja, deze. Nee, oké, dit duurt te lang. Sorry, ga door. Okay, gaan we door. Moest mogelijk, hè? Punt om nu de GoPro te pakken.
vet dom. Gewoon focussen op die bidons. Gewoon focussen op je wedstrijd. Die film komt later wel, die film komt later wel. Dus daar weer een beetje tijd mee verloren. Ik heb hem. Super. Heb je hem? Ja. En nu komt het gedeelte van het parcours wat we hadden verkend. En ik wist ook echt van, dit is feest. Dit is geweldig. Stiekem live vanuit de koers. Het is geweldig. Oké, okay, gravel komt hier aan. Nog 30 kilometer. Ik ben helemaal naar de kloten. Dan gaan we erin. Het is een stuk klassieke muziek dit. Het bouwt zich op naar de apotheose. En we zijn nu in de apotheose beland. Nu rij je echt in je eentje. Het is nu iedereen voor zich. Hier zijn geen groepjes meer. Iedereen rijdt voor zichzelf. Iedereen is helemaal geëxplodeerd, geïmplodeerd. Of heeft opeens de goede benen gevonden. Maar dat is bij mij niet het geval. Want ik begin eigenlijk steeds langzamer te fietsen. De laatste 10 kilometer zijn by far het zwaarst van dit hele parcours. De laatste klim, laten we er simpel over zijn. 1,5 kilometer, 11,5% gemiddeld. Loodzwaar en je bent helemaal leeg. Op dit moment ben ik echt compleet op. 6.6 kilometers to the finish line for Morik and a comfortable gap now of 46 seconds. All he needs to do now is play it safe. Je kruipt omhoog en dat voelt zo gênant. Je kruipt en je ziet in de verte gewoon letterlijk gewoon mensen die rijden voor mij. Die fietsen nog harder dan ik dan, maar die lopen. Iedereen moet dus zich al kwalificeren voor dit wereldkampioenschap. Bij een van deze UCI qualifiers, bij de bovenste 25% finishen. Nou, er zijn in Europa best wel veel wedstrijden, maar al die wedstrijden zijn grote wedstrijden met hoog niveau. Dit is niet een amateurkoers. Maar je ziet mensen lopen met de fiets aan de hand en je denkt echt van, oh man, dat ik nog fiets. Dit gaat goed komen, toch? Zo, hallo, hallo. And here's this technical descent. And this is almost mountain bike downhill. Yeah, I mean, super rough, super loose, and he's... See where the finish time. Oh! Sarà la passerella finale per il nuovo campione del mondo gravel, Matej Moric, che è qua, standing ovation per lo sloveno Matej Moric, che è il nuovo campione del mondo gravel, signori, Matej Moric. Zes kilometer. Zo hard mogelijk naar de streep toe. De laatste kilometers, alles eruit. Ah, ik heb niks meer. Ik ben helemaal leeg. Ja, met nog 500 meter te gaan of zo, realiseerde ik me pas van, oh ja, ik ga gewoon nu het wereldkampioenschap gravel gewoon finishen. Een geweldig onwerkelijk gevoel eigenlijk. Want ik heb hier zo hard voor gewerkt. Dit is wel wat ik doe. Dit is mijn werk. Dus je wil je werk ook goed doen. Ik heb het gevoel dat ik die filmpjes goed doe, maar ik wil het fietsen ook goed doen. Al die emoties, al dat zware gevoel, hè, en dan die laatste 500 meter ingaan. Ja, de last die dan van je schouders afvalt, dat is, ja, het was een beetje, was meer dan ik had verwacht. Je is te drinken. Ik heb een colaatje voor je. Moet je heel even daar. Oké. Je bent gefinished. Als je echt iets wil, dan kan je het. Tuurlijk, makkelijk gaat het niet zijn. Het gaat juist moeilijk zijn. Maar als je echt iets heel erg graag wil en daar hard voor werkt en er bereid ook bent hard voor te werken, dan kan je dat.
Zelfs doelen waarvan je denkt, oh, dit is helemaal niet realistisch om te stellen. Maar het is mij gelukt. En ik ben een hele normale vent. Dus jij kan het ook. Ja, Mark Zwendel, Pavarine. Zwaarste rit die ik ooit heb gefietst. Ja? Mooi gereden, joh. Op de weg fietsen. Op de weg fietsen, ultimate set. Doe dit. Vanavond, die laatste twee muren. Ja, dat is zwaar. Dat was niet normaal. Dat was helemaal leuk. Ik was ook helemaal leeg. De laatste voorlaatste heb ik moeten lopen. Kwam ik gekregen. Is er eigenlijk dit? Kan ik hier binnen? Martijn Mohoric. Mohoric? Ik weet niet wat er is gebeurd allemaal. Ik heb ook kijk. Was er een half uurtje wachten voor een keer kijken. Was even druk. Ik ben er echt heel erg trots op. Tuurlijk, gaat weer genoeg mis. We hebben weer heel veel geleerd. Ik leer elke wedstrijd leer ik allemaal dingen bij. Maar ik ben gewoon heel tevreden met dit resultaat. Voor mij waren we 58%. Echt waar? Ja. Jezus! Dat is een boom, dit is een linker rijtje. Ja. Doe het gewoon. Ja. Denk je maar. Grazie mille. Oh, tuurlijk, man. Zo. Wat een dag, joh. Wat een dag. Holy shit, joh. Weet je, iedereen die hier aan de start staat, die is goed. En daar dus ruim de bovenste helft. Daar, de bovenste helft halen is gewoon is een accomplishment. Het is allemaal zo'n waas, jongen. Je bent keihard gefietst de hele tijd. Ja, wat heb je allemaal gezien? Ja, geen idee, maar het was wel mooi. Het was zo gaaf, zoveel mensen. En allemaal mensen die mij kenden. Iemand van Beat, die heeft mij op de muur. Op een of andere hele bekende muur. Ik ken hem niet zo goed. Maar die heeft me helemaal naar boven gecoacht. Die zei, je gaat finishen. Kom op jongen, je doet het supergoed. Je zit supergoed in de wedstrijd. En toen dacht ik, ja. Ik zit ook supergoed in de wedstrijd. Ga ook finishen. Ja. Het maakt mij ook zo hongerig naar meer eigenlijk. Van oh, als we nu dingen gaan fine-tunen. Hè? Als we nu gaan kijken naar de fouten die ik dit jaar heb gemaakt. Want ja, dit seizoen was een geweldig seizoen. Hè, die we nu prachtig hebben afgesloten. Als we nou al die foutjes. En als we dat nou gaan proberen te elimineren. En alles nog wat beter gaan doen. Klein beetje betere omkadering. Klein beetje beter dit. Klein beetje beter dat. De marginal gain theorie. Volgens mij kan je dan nog een stuk beter worden. En ik wil niet te veel op de feiten vooruit lopen. Maar het is hard nodig volgend jaar. Er gaan hele gave dingen gebeuren. Maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Als je echt iets wil. Dan kan je het. En met die mindset wil ik volgend jaar er nog een schepje bovenop doen. Dus, vanaf 2024, ik ben Douwe Doorduin, ik ben Gravelprof. Oké, voor de heel kort voor de nerds. Ik word uiteindelijk 59ste in mijn leeftijdscategorie. 59ste. Daarvoor ben ik 5 uur en 36 minuten onderweg geweest. Een genormaliseerd vermogen gehad van 282 watt. En rijden we net geen 30 gemiddeld. Matthias Jarne! Matthias! Jarne! Uw Matthias! Ja, Matthias, ja, sorry. Hij zegt gewoon hè, dat ik roep. En vorige week zei hij met EK, ik heb hem nergens zien staan. Ik zeg, ik heb nogthans hard geroepen. Ik voel me bekeken.
helemaal geen reden voor. Onder En dat. Oké. Okay. En hij staat constant aan. Hopelijk de laatste keer dit jaar. Handig hè, zo'n scheerapparaat. Ja, wil je mijn been ook dit? Ja, is goed. Oh ja, meer benen dan ik. Oh, watercrossing! Hoera! Nee, dat kan ik niet met één hand aan het stuur. Maar op het laatste moment gaat er dan toch iets fout. En nu moeten we echt even wachten. Dankjewel, dit was Douwe Doet Dingen. Tot de volgende keer. Tot volgend jaar.